dan Mark Koeken, de man die na de verkoop van Omega Pharma beloofde om een deel van zijn geld terug in de economie te pompen. Wel, het is zover. Koeken is begonnen met zijn zoektocht naar jonge, beloftevolle ondernemers die zijn centen waard zijn. 7 miljoen gaat hij verdelen. De kandidaten moeten dus meer dan de moeite waard zijn. Andries Fluit en Ken van Beversluis. Goedemorgen, we hebben een afspraak met Volta Ventures en Mark Koeken van Medibeep. Laurens en Philippe van Medibeep hebben een idee dat het leven van patiënten en apothekers moet vergemakkelijken. En dat plan komen ze verkopen in het Hol van de Leeuw. Ik heb eigenlijk IT-opleiding gedaan en zo bij de apotheek van mijn vader gewerkt. En dan is zo eigenlijk dat concept ontstaan, omdat ja, als ik iets moest weten, dan moest ik dat op 100 plaatsen gaan kijken. En wij hebben gewoon gezegd van ja, eigenlijk moet er één platform zijn waar je gewoon zegt van ik heb informatie nodig, ik kan dat daar vinden. Alright, let's go in. Ja. De jongens van Medibeep hebben een afspraak met Volta Ventures. Een groep topmanagers die willen investeren in kleine, beginnende IT-bedrijven. En een van de nieuwe investeerders bij Volta heet Mark Koeken. Maar op hem is het nog even wachten. Stress? Toch wel. Toch wel. Het is toch iemand waar je naar op kijkt. Allee, niet alleen binnen de farmaceutische sector, maar als ondernemer in België op zich. Iemand daarvan. Allee. Van nul zo'n groot bedrijf heeft opgericht. Toch chapeau. Goedemorgen, sorry. Ja. Sorry voor de vertraging. Mark. Mark Koeken verkocht eind vorig jaar zijn bedrijf Omega Pharma voor 1,2 miljard euro. In de pers vertelde hij toen dat hij zijn geld terug in de economie wou pompen. En dat hebben veel ondernemers in Vlaanderen onthouden. We hebben al wat introductie gehad over Volta Ventures. Dat verhaal is bekend. We hebben nu Mark erbij, want jullie zijn actief in de apothekerswereld. Dus wie beter dan Mark erbij te halen om dit dossier even te bekijken. Dan denk ik dat we van start kunnen gaan. Hè? Laurens en Philippe zijn een paar maanden geleden begonnen met hun bedrijf. Maar om te groeien hebben ze extra kapitaal nodig. Dit wordt voor hen de presentatie waarmee ze 160.000 euro kunnen binnenhalen. Dus Medibeep heeft als doel informatie van alle producten uit de apotheek toegankelijk te maken voor iedereen. Mag ik vragen u... Uw papa, waar zijn ze in de apotheek? Of wie is uw papa? Kierkinderen. Ah, van Keerbergen? Ja. Oké. Okay. Van eerst kijken. Ja, maar ja, als de papa dynamisch is, is de kans al groter dat de zoon ook dynamisch is. Uw papa is dynamisch. Ja. Oké. Okay. Is hij wel slanker dan uw papa? Dat is een groot verschil. In 2013 zijn wij opgericht, maar dat was zo een... Ja, een hobbyprojectje. En dan zijn we begonnen met 50 apotheken. Maar dat is nu al uitgegroeid tot meer dan 300. Ja, maar jullie zijn de enige die daar dan al die services rond bieden? Ja. Okay. Een half uurtje krijgen Laurens en Philippe. Maar de investeerders twijfelen of het idee wel uniek genoeg is. Mark Koeken wint er geen doekjes om. Uw klok is goed, hè, maar uw klepel is er hans aan het naslaan. En ik wil daar echt met jullie mee nadenken van wat dat je kunt doen. Waar is er nood aan, bij wie is er nood en wat kun je daar dan mee doen? Goed, maar ik denk dat we rond zijn. Ja. Ik denk dat we best over een paar maanden nog een keer een mail van jullie krijgen om te zien dat het businessmodel geëvolueerd is en misschien dan nog eventueel eens samenzetten. Ja. Succes. Sorry. En toch denk ik dat we een dienst bewezen hebben, want het ging er, op die manier ging het er niet gekomen zijn. En hopelijk... Maar wat ze bijgeleerd hebben, kunnen ze ons ongelijk geven. Bon, stuur ons gerust nog een mail over een paar maanden. Zegt, ja, we zijn een andere weg ingegaan. Het was een heel interessant gesprek. Allee, we hebben zeker interessante feedback gekregen van ook Mark Koeken. We gaan er toch werk aan hebben om eens alles te bekijken.